mensen dachten niet van mij dat ik dak- en thuisloos zou zijn. Dus dat beeld moet eigenlijk, ja, dat klopt niet helemaal. Nee, want dat kan iedereen zijn. Iedereen die je tegenkomt, die kan dak- en thuisloos zijn. In aanloop naar de Omarmprijs Jong spreken we elke week een jonge Amsterdammer die zich inzet tegen armoede of kansenongelijkheid. Vandaag zijn we in het centrum. Ook in 2021 zijn er nog veel dakloze jongeren. Zij krijgen te maken met uitdagende vraagstukken. Waar kunnen ze slapen, eten? Waar kunnen ze terecht met hun vraag? Vandaag spreek ik ervaringsdeskundige Zeynep. Zij was zelf 2,5 jaar dakloos en gebruikt nu haar ervaring om andere jongeren te helpen. Dat wat ik heb meegemaakt, gun ik een ander echt niet. En dat is de reden waarom ik me zoveel inzet voor zoveel initiatieven. En probeer ik overal mijn stem te laten horen en overal mijn inspraak in te brengen. Want ik vind het gewoon belangrijk dat die stem ook wordt gehoord en dat er wat mee wordt gedaan. Door een lastige thuissituatie belandde Zeynep op haar 18e op straat. Vanaf dat moment stond ze er helemaal alleen voor. Er zijn weinig plekken waar je echt kunt blijven hangen, ook gewoon in de nacht. Als ik nergens kon slapen, dan ging ik naar Schiphol. Dat vond ik altijd wel een fijne plek. Ik heb heel vaak in het Vondelpark gelegen. Ik heb niet echt kunnen slapen, maar ik was wel gewoon met een half oogje dicht, zeg maar. Gewoon even rust, lichaam in ruststand, zeg maar. En tegelijkertijd ben je ook heel erg alert. Zeynep verkoos slapen in het park of op Schiphol, dus vaak boven een opvangcentrum. Daar voelde ze zich namelijk niet altijd veilig. Ja, mannen die naar je gluren, die je komen lastigvallen. Die de kamer binnenstormen om te vragen waar hun drugs blijft. Mijn grootste obstakel was echt dat ik als dame zijnde niet veilig was. Om te voorkomen dat andere dakloze jongeren met hetzelfde te maken krijgen, heeft Zeynep meegeholpen aan het ontwikkelen van straatapp.nl. De straatapp is gemaakt voor jongeren tussen de 18 en de 27 jaar. Die vragen hebben over slaapplek, eten, waar kun je je telefoon op laden, geld, waar moet je zijn als je een postadres nodig hebt. Nu hebben wij dus met een aantal ervaringsdeskundigen hebben we een brainstorm gehad en zijn we vragen gaan stellen van wat moet er in die app, wat hebben we nodig, hoe makkelijk moet het zijn. En ja, toen is deze app eruit gekomen. Ja, dus ik kwam altijd hier zo. Overdag kon ik gewoon hier eten, drinken, lunchen. Staat ook in de app? Staat ook in de app, ja. Inmiddels gaat het gelukkig goed met Zeynep. Ze werkt en heeft een dak boven haar hoofd. Ik had altijd één beeld voor me. En dat was een lange tunnel met aan het einde van de tunnel een lichtpuntje. En ik dacht altijd, daar moet ik heen. En het maakt niet uit wat op mijn pad komt, daar moet ik heen. Zeynep wil dakloze jongeren graag nog iets meegeven. Je bent niet alleen. Stel je vragen, vraag om hulp. Kies je netwerk. Je bent niet alleen, we zijn met z'n allen, we doen dit samen. En download de straatapp. Ken jij iemand die zich net als Zeynep inzet tegen armoede onder jongeren en wil je diegene in het zonnetje zetten? Nomineer hem of haar dan voor de Omarmprijs Jong.